We staan hier bij het monument voor de herdenking van de slavernij. En het symboliseert dus het verbreken der ketenen van de slavernij. Nederland is een van de grote Europese spelers als het gaat over imperialisme. Al vanaf de 16e eeuw begeeft Nederland zich op dat pad om zich uit te breiden in de wereld. Mijn werk gaat er dus over wat er gebeurt als je dat verleden je niet bewust bent. Ik probeer dat te begrijpen door middel van het begrip cultureel archief. Het culturele archief zit tussen de oren, het zit in ons hart. Het is onze manier van denken, van voelen, de soorten verbanden die we leggen op grond van 400 jaar imperialisme. Kort en goed komt dat erop neer dat witte mensen meegekregen hebben, jullie zijn superieur, slimmer, intelligenter, beter, mooier, in alle opzichten beter dan mensen van kleur. En mensen van kleur hebben dat ook meegekregen. En daar moeten we dus aan gaan werken op verschillende manieren voor die verschillende groepen. Maar dat is wat ons nog steeds dwars zit. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat er in het onderwijs serieus werk gemaakt wordt van het leren aan kinderen hoe het komt dat onze samenleving eruit ziet zoals die eruit ziet. Het is een grammatica waarmee we de werkelijkheid vervoegen. Dus we zullen eraan moeten geloven dat we samen gaan herdenken, dat we samen kennis verwerven over ons verleden en die patronen die ons als gegoten lijken, dat we die gaan doorbreken en afbreken.